Het kabinet van de president zal een jongerenunit opzetten die zal meehelpen de stem van jongeren in Suriname mee te nemen in het maken van beleid op hoger niveau. President Chandrika Prasad Santokhi zegt dat de betrokkenheid van de jongeren niet alleen op politiek niveau belangrijk is. Voor een gezonde toekomst zal deze groep nauwgezet meegenomen moeten worden bij elke stap. En binnenkort is het kwestie van enkele dagen, dan weken, komt er een nieuwe unit op het kabinet van de president. Waar alleen maar jongeren gaan zitten, belast met de coördinatie van jongerenbeleid vanuit het hoogste niveau van de president. Omdat de president verantwoordelijk is voor het jeugdbeleid in KRI-conformant. Dus jongeren, maak u klaar om ook die verantwoordelijkheid op jullie te nemen. Bij het uitvoeren van beleid zal er vooral gelet moeten worden op de klimaatsector, met name klimaatverandering. Het staatshoofd benadrukt dat deze sector vaak wordt vergeten, terwijl het enorm belangrijk is. En dat er onvoldoende bewustwording is om ons planeet te beschermen. En de effecten zijn merkbaar dagelijks, ook in ons land. Met de stijging van de zeespiegel, want alle Caribische landen die hebben een lage kustlijn. Dus als we niks doen, alles wat we nu ondernemen van beleid, oil en gas, toekomst, die dingen staan behoorlijk onder druk en ze lopen gevaar. En wie zijn de eerste verantwoordelijken die hier bij de lead zouden moeten hebben? De jongeren. De ouderen zijn gaande. De jongeren moeten nu samen met alle andere verantwoordelijken lead nemen in het discussiëren over bescherming van ons planeet. De president geeft aan de jongeren mee om de focus niet te verleggen en te helpen bij het uitschrijven van beleid dat zich leent ter verbetering van het land en vooral de klimaatsector.